welkom in deze nieuwe video aan Bolstar. Ik ga niet veel doen vandaag. Ik kies er nog bij van gisteren, maar het was echt gisteren een topdag. Het was echt heel leuk om met Enzo, met mijn petekindje, te gaan winkelen, naar de zoo te gaan, naar Plopsaland in Antwerpen. Echt super tof, moet ook zeker en vast eens een keer te doen. Kinderen tot 3 jaar zijn gratis in de zoo. In Plopsaland onder de 85 kunnen ze gratis winnen. Maar ik wil vooral eventjes onze fans in de kijker zetten. Want onze fans die echt waar zijn top. Ik heb heel veel mensen tegengekomen gisteren en ik moet zeggen, het was echt super leuk om die mensen eens een keertje tegen te komen. Ik kom wel vaker mensen tegen. Al ja, heel veel mensen zijn natuurlijk logisch, want mij loopt ook het volk in die klas. Maar echte fans zijn echt wel heel tof. En het is leuk om met hun babbel te slagen. Ook, het is ook leuk dat jullie eens een keertje een fragment zien in de vlog. Dat jullie ook wel eens zien hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Het was echt, echt geweldig. En ik heb er echt van genoten om te zien van hoe mensen eigenlijk super lief kunnen zijn. Want ja, natuurlijk iedereen die bekend is, heeft natuurlijk ook haters. Daar moet ik geen tekeningsje bij maken. Maar de fans worden eigenlijk altijd wel een beetje vergeten, omdat je eigenlijk je focus op de mensen die het niet goed bedoelen. Maar ik wil jullie allemaal zeker en vast even bedanken. Bedanken dat jullie zo trouw zijn om mij te volgen. Ook om mij op de foto te willen gaan. Dus dank u wel daarvoor. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Dat is ook niet evident, denk ik ook niet. Ik ben ook zo'n persoon van, kijk, kom het vragen. Ik ga met veel plezier op de foto. Soms hoor ik natuurlijk ook niet dat je roept. Ja, ik heb soms ook mijn koptelefoon op, dus kom gerust, tik op mijn rug. Mag ook altijd wel. En dan gaan we massaal op de foto. Ik heb gisteren de Niek gezien, dat was super tof. Ook die is ontmoet. Eigenlijk is dat gek. Je bent zelf zo populair dat je elke keer op de foto gaat. Maar als je dan zelf ook eens een TikToker tegenkomt, is dat toch wel speciaal. Natuurlijk, ja, ik heb mama Panda, mijn zus. We weten, ik heb al heel veel TikTokers ontmoet. Maar dat vond ik ook wel heel speciaal eigenlijk. En dat was ook heel leuk, leuke babbel. Ik kom trouwens ergens in een vlog. Ik weet niet wanneer die vlog online komt. Ik weet niet of het achterloopt of dat dezelfde dag wordt geplaatst. Wij lopen wel een paar dagen achter. Dat weet ik wel bewust gedaan als het gebeurt. Dat er toch beeld op de scherm komt. Maar echt waar, bedankt. Ik heb nu 41,1k volgers dus op TikTok. En hier heb ik er bijna 1000 en zoveel volgers. Exact weet ik het hier niet, omdat ik het niet kan zien. Maar ik ben echt heel fier en blij dat jullie mij massaal volgen. Volg je me nog niet op Instagram, zeker allemaal doen. Het is gewoon Bolstar. Daar kunnen jullie altijd foto's zien. Dat probeer ik ook wel te plaatsen. Probeer ik ook altijd wel een beetje te plaatsen waar ik ongeveer ben. Zodat jullie toch weten waar ik, waar ik naartoe ga. Als je met een petekindje gaat, dan durf ik zo wel een beetje zo de stad zeggen. Maar niet echt de plaats en zo ook. Ook altijd rekening met hem, dat het ook wel een dagje, alleen dat toch wel een paar minuutjes, ook een uur heeft met mij om alleen te doen. Maar hij vindt het fantastisch als zijn Peter op de foto gaat. Hij vindt het meteen te lachen als dat gebeurt. Dus dat vind ik echt super. Dus ja, gewoon bedankt. En dat jullie zo trouw zijn om te kijken. En dat maakt me ook blij en dat motiveert me ook om heel leuke video's te maken, om video's te blijven maken. Want ja, ik doe het natuurlijk ook voor mij, om erin de dingen vast te leggen, maar ook voor jullie later. Alleen voor jullie eigenlijk ook wel, omdat jullie zullen zien wat ik allemaal een beetje doe. Ik probeer ook zoveel mogelijk ook te filmen. Je ziet ook mijn petekind komt ook af en toe in beeld. Ja, als we samen weggaan vind ik dat wel belangrijk, ook voor later, om te kunnen laten zien. Kijk eens, heeft Peter allemaal gedaan. Ik moet nog eens mijn harde schijf zoeken om het allemaal op te plaatsen. Want dat vind ik ook wel heel belangrijk, om die video's ook vast te leggen en te bewaren voor later. Voor als ze hem dan zelf groot is, dan kunnen zeggen, kijk, hier ben je geweest, dat hebben we gedaan. Ja, wie weet, je weet nooit hoe lang het Plopsaland blijven staan natuurlijk. Hopelijk nog heel lang. Maar dan weet je nu dat natuurlijk op voorhand. Dus dat is ook wel heel belangrijk om dat zeer goed te weten. Dus dat is ook heel leuk als we dan later gewoon zitten. Ook van, ah ja, ben je met Peter daar geweest? Of ben je met Peter daar geweest? Even mijn eten afzetten, mensen. Dus is dat ook wel heel leuk. Hij is echt een toffe jongen. Hij gaat met plezier mee. Hij doet het ook allemaal graag. Hij is ook een beetje zo voor de actie. Dat merk ik ook wel heel vaak, dat hij voor de actie is. Ik heb in de kikkers geweest, jullie hebben dat kunnen zien, daar blijft hij. Maar als ik dan met hem in een grote attractie ga, dat omhoog gaat, dat draait, dat vind ik dan fantastisch. Dus, maar hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.